Nou, we staan hier op een druk kruispunt en er gaat hier zometeen iets bijzonders gebeuren. Wat gaat hier gebeuren? Het klopt, we gaan deze kruising officieel in gebruik nemen. In 2013 hebben we aan de bel getrokken, onder meer bij de Fietsersbond, bij het meldpunt van de Fietsersbond. Omdat het onveilige kruising is, zeker voor de school die hier om de hoek zit. En wij vonden dat daar iets aan moest veranderen. U bent verantwoordelijk voor dit project. Wat heeft u aan dit project gedaan, zeg maar? Dit project is eigenlijk opgepakt naar aanleiding van een melding van gebruikers. In dit geval waren dat de schoolkinderen van de Annie M.G. Smit school. En die hebben geconstateerd dat er een fietsonveilige situatie was. En dat soort situaties worden in kaart gebracht en nemen we mee in een programma. En zo ook hier. En hier hebben we het handen en voeten gegeven door een veel veiligere oversteek te maken. Hoi Jacob! Hoi Jacob! Hoi Jacob! Hoi Jacob! Wat zei je? Hoe ingewikkeld was dit om dit te ontwikkelen? Dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel aspecten waarmee rekening gehouden zijn. De veiligheid van de kinderen, de doorstroming van zowel de bus als de auto's. We zijn hier eigenlijk een beetje te gasten, voel ik het, bij een project wat zonder jullie er niet was geweest. En de gemeente doet soms dit soort projecten, want dan komen er meldingen van fietsonveilige situaties of onvriendelijke situaties of verkeersonveilige situaties. En dan gaan we kijken of we dat kunnen veranderen. En dankzij jullie is dat hier gelukt. En ik vind het hartstikke leuk dat we dat met jullie samen kunnen openen. Ja, ik kan me herinneren dat dit allemaal eilandjes waren vroeger. Nou ja, de eilandjes zijn juist de winst hier. Ja. Er zijn nu eilandjes gekomen, zoals je kunt zien. Ja. Waar het voorheen een kruising was zonder fietspad en zonder eilandjes. En het punt hier is, als je van die kant komt en linksaf wil, dan kun je de bocht niet goed overzien die daar richting Frederik Hendriklaan is. En er rijdt een bus. En als er verkeer achter je komt, dan weet je als fietser niet goed waar je op kunt stellen. Want hier rechts komt ook weer verkeer. En dat maakte het onveilig. Ik heb daar heel veel gevaarlijke situaties in ontstaan. Ik ben ontzettend blij dat het nu, voordat er echt ongelukken gebeuren, is aangepakt. We gaan de opening doen straks, samen met jullie. En daartoe zou de wethouder hier zijn, om dat samen met een van jullie te doen. Jammer genoeg kon de wethouder zelf niet komen, maar hij heeft de vervanger gestuurd. En dat is Robert van Asten. En ik wil ook de Fietsersbond welkom heten. Ja, die staat hier. Zonder Fietsersbond. Jullie melding is bij de Fietsersbond gekomen. En zo is hij bij onze gemeente binnengekomen. De voetgangers stromen eigenlijk. Die hebben zoveel mogelijk meegenomen om hier een zo veilig mogelijk punt te creëren. Voor de schoolkinderen, maar ook natuurlijk voor het normale verkeer. Dat moet ook gewoon kunnen blijven doorrijden. En ja, daar lag eigenlijk wel de crux dat alles samenkomt. En zo, ja, dat heb je op meer plekken met verkeerstechniek. Ja, dankjewel. Ja, wat leuk om hier te zijn met jullie allemaal. En nou zijn jullie allemaal lopend. En dan vraag ik me af, gaan jullie ook wel eens met de fiets? Ja. Ja, dan gaan een hoop met de fiets. Ja. En gaan jullie ook wel eens over deze weg heen dan? Ja. Okay. En jullie zijn wel... Altijd van de heuvel af. Altijd van de heuvel af daar komen? En daar ook weer op. Ik wou dat zeggen, terug. Ja? Dus jullie zijn nu wel blij dat er wat veranderd is? Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Dat is natuurlijk allemaal dankzij jullie dat er een melding is geweest. En dat we hier aan de slag konden gaan om het veiliger te maken. Dus hartstikke goed voor jullie. En dan kun je nu veilig met de fiets naar school. En moet u dan met veel dingen rekening houden als je zo'n project begint? Nou, je moet rekening houden met de omgeving en de verkeerssituatie en de verkeersbelangen. Maar dat was hier eigenlijk niet heel ingewikkeld. We hebben op een redelijk eenvoudige manier het veiliger kunnen maken. Ja, en ik weet, dit is natuurlijk wel een enge plek voor kinderen. Vooral als ze net leren fietsen, is dit echt een behoorlijke hindernis. Ja, dat klopt. Het is zeker in de ochtendspits een hele grote aanstroomroute voor de school. En ja, de kleintjes moeten sowieso natuurlijk wennen. Maar die onduidelijke situatie die is nu verholpen met dat je in twee delen kunt oversteken. Eerst naar het midden en dan verder. Ja.
als je met zo'n ontwerp bezig bent, met hoeveel clubben ga je er in zee om het een beetje tot één geheel te krijgen? Met de Fietsersbond sowieso. Landelijke organisatie voor fietsers. De scholen, de veiligheidsorganisaties en ook de organisaties voor blinde geleiden. Lijnen zoals je hier achter misschien ziet. Dus er zijn heel veel clubs inderdaad en al binnen de gemeente, maar ook daarbuiten, waar we mee proberen samen te werken. De belangrijkste wijziging is dat er tussen de middeneilanden in nu een soort van zone is ontstaan waar de kinderen en andere fietsers even kunnen pauzeren, kunnen halteren halverwege de kruising. En hoe lang ben je ermee bezig geweest? Dit is begonnen in 2015, als ik me goed kan herinneren. Toen is de school naar ons toe gekomen om... die kwam met... het zit niet helemaal lekker in elkaar. We denken, het kan beter. En toen zijn wij er daarna gaan kijken. Hoe komt u dan aan zo'n opdracht als dit? Deze melding is binnengekomen bij de Fietsersbond. De Fietsersbond verzamelt meldingen van fietsonveilige situaties. En daar is deze melding binnengekomen. En samen met de Fietsersbond hebben we deze oplossing bedacht. Er is niet gekozen voor stoplichten? Nee, de ingenieur heeft daar vast allerlei argumenten voor. Dat is ook niet nodig. Daar leent de kruising zich niet voor. En op deze manier is het toch ook prima opgelost. Kun je hem iets hoger houden, jongens? Ja. Ja. 1, 2. Ja. Kijk. En dan kunnen we overtrekken.